de schaduwzone in. We rijden nu door de stad, naast het park. En er is weer geen fluitlijn in. Ik zie wel dat Krijpel er nog een stuk of twee voor zich uitrijden heeft. Oh, een val! En een val net als vorig jaar. Net als vorig jaar. Dan gaan er een stuk of drie, vier tegen de vlakte. Een paar anderen worden compleet uit in ritme gehaald. En ik denk binnen de 3 kilometer regel, denk ik, hoop ik tenminste. En wel, hier niet. Cervelo van Garmin van Quickstep. Het is buiten de 3 kilometer. Dat gaan ze, wat gaan ze in godsnaam, is het Hemmend. Wat gaan ze in die binnenstad zoeken? Nee, dat was vorig jaar ook het geval. Julian Dean ligt er weer bij. Julian Dean voor Garmin. Aankomstlijn, jongens, kijken. Dit is voor straks. Julian Dean en Hemmend. Daar gaan we het nog eens bekijken. Schouder tegen schouder, Greipel tegen een jongen van Milleram. En dan Dean, die als eerste tegen de vlakte gaat. Een jongen van Quickstep die erover gaat. En dat is Wouter Weiland, die jammer genoeg. Ik dacht hem herkend hebben aan het nummer 8 achteraan. Ik was achteraan zoeken. Hij zat daar in de Bermuda driehoek. Dat is Wouter Weiland, jammer genoeg. En dan, dan zie je Marco Velo en Tossato daar plots vaststellen van, en nu jongens, die staan onzeker. Bijna die in vijfde positie. Ook Breschel zit daar nog altijd uitstekend. Dit is nog een restant van het mijn verleden. Ja, het is kilometer 2. Hier eigenlijk aan de achterkant van de finishlijn. Passeren ze op 100 meter. Je kunt hier niet alleen een etappezege verspelen, maar je kan dus ook weer een paar seconden verspelen. Je kan dat natuurlijk ook op deze manier doen, hè? Dat moet Matteo Tossato zijn. Of is het Marco Velo? Is Marco Velo. Marco Velo die tijdrijdersbenen heeft, hè? En die op deze manier probeert om ervan weg te rijden. Dit is een hel hoor, wat hij nu probeert. Ja, nu het is echt een verschrikkelijke snelheid, hè? Dat voor het aansnijden van die bocht, maar is eraan voor de moeite. Hij moest wat verzinnen natuurlijk, hè. Door die val is alles ontregeld. Onmiddellijk onder de voet van de kilometer straks. Dan wordt het wegdek weer een beetje breder. Je ziet het nu. De laatste kilometer. Greipel heeft nog één helper. En Benatti heeft nog twee renners voor zich uit. Roelands moet ook nog goed zitten. Maar het tempo ligt denk ik niet hoog genoeg. Er komen er weer een paar midden door. Een paar buitenom. Greipel zit aan het wiel van Benatti. Kan zijn sprint dus nog wel perfect regelen. Zie jij Bosic zitten? Niet meteen. Duque gaat ook nog meedoen. Benatti is er verder op. Roelands maakt zich klaar. Maar goed, dan is het Bosic zien we daar inderdaad in klaar zitten. Tweede positie. Greipel uitstekend aan de ring van Benatti. Doet het nog een beetje vriendelijk. Heeft hier ook al gewonnen. De laatste bocht is nog 150 meter. Dus Benatti nu vol op kop. En Greipel echt in een zetel. Greipel gaat zich niet laten insluiten. En Greipel gaat naar een derde etappewinst in deze ronde van Spanje. Dat is zo klaar als een klantje. Greipel met overmacht. Greipel met overmacht. Benatti 4, Chiola 3, denk ik. Roelands rijdt dus mee vooraan, maar hij moest van te ver komen. Gewoonlijk is hij beter gepositioneerd, maar alle posities een beetje ontregeld door die val in de straten van Puertollano. Bonnet is hier als tweede over de streep gereden. En hier de zwaar gepijsterde Julian Dean. In het gezelschap van Julian Dean zien we Martijn Maaskamp. En hier is Karl Ström. Dus andermaal niet voor Benatti. Nee, Benatti blijkt dus niet snel genoeg te zijn. Zeker niet tegen mannen als Greipel. Greipel die zich heel goed positioneerde, van wiel naar wiel ging. Zo is het gebeurd. Deen die hier aan het uitleggen is dat Greipel eigenlijk tegen een mannetje van Milleram aankwam, denk ik. Of was het andersom? Of andersom, ja, in ieder geval. Dus hij natuurlijk tegen de boordstenen aan. Ik zag Greipel niet onmiddellijk een beweging maken met de schouder of een manoeuvre. Ik zag de jongen van Milleram eerder wat naar binnen komen. In elk geval, Greipel gaat hier na Luik, Vinaros, ook de zegepraal binnenhalen in Puertollano. En nu helemaal vastzitten in dat groen. Weer de volle buit erbij. De man die de sprint aantrok,
Ik denk dat Henderson is van ver al het zegen gebracht. Maar kijk eens wat een verschil. Ja, van ver natuurlijk. Daardoor ook van kop afgegaan. En daardoor Benati heel vroeg om de kop op die brede baan. Kon eigenlijk niet anders meer. Bonnet 2, Benati 3. En dan zien we Tarsiolek op 4. We gaan het nog eens bekijken vanuit de lucht. De laatste bocht, dat is op dik 150 meter van het einde. En dan de kracht. Een echte krachtpatser. Echte krachtpatser. Er is niks aan te doen. Hij gaat er glad over. Glad over. En hij wint zijn derde. Laten we zeggen, de beste sprinter hier van het veld. Hier in de Ronde van Spanje.